Tja, eigenlijk major spoilers dit, maar het is obvious. Fates Collide gaan we doen. En niet zomaar Fates Collide, een hele boosterbox weer. Goedemiddag allemaal en welkom natuurlijk bij een nieuwe unboxing video. Ik ben er weer, Trainer Stevie, terug met een nieuwe unboxing video. Boosterboxen! Ja, dus we zijn eigenlijk, Fates Collide. Het is een serie die een mixed opinion heeft. De ene vindt hem goed, de andere vindt hem minder goed. Ik moet zeggen, ik ben er zeker een favoriet van. Zeker in verband met, er kan een Umbreon of Glaceon EX in zitten. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke voor mij. Maar er zitten ook nog hele andere goede kaarten in. Zoals, ik heb al eerder vernoemd, de Delphox Break die erin zit. Er zitten zelfs nog hele andere goede breaks in. En in de tijd zaten er ook hele goede EX-blokkers tussen. Dus op zich vind ik het niet zo verkeerd. Nou, zoals bij de voorgaande boosterbox die we bij Sun & Moon hebben gedaan in de shop van René Cards. Deze is trouwens ook mede mogelijk gemaakt door René Cards. Dus ik ben zeker heel erg nieuwsgierig wat erin zit. Maar dit gaat dus ook een drie-parter worden. Waarin dat wij dus drie parts elke keer 12 pakjes open zullen gaan maken. Let wel, dit is de eerste video van de drie. Dus daarvoor hebben we deze intro. En de andere twee die zullen natuurlijk gelijk vervolgen met het openmaken van de boosterboxen. Dus laten we maar richting de unboxing cam gaan. Goed, Fates Collide. We gaan de boel even openen. Dus plastic, niet mijn grootste vriend. In ieder geval gooi het heel eventjes op een... Laat gelijk tegen de camera aanstoten, waarom ook niet. Maar laat ik dit heel eventjes op een fast forward gooien nadat ik de camera weer goed heb gezet. Oepsie. Soms gaat het soms heel erg fout zo. Oeps. Nou ja, dit had eigenlijk geen fast forward nodig, want het was best wel snel om te gaan. Goed, deze aflevering. 12 pakjes, dus... Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, laten we gewoon zo doen. 12 pakjes. Hoppakee. De rest bewaren we voor part 2. Die gaat heel eventjes op het statiefje zitten. 12 pakjes. Zullen wij... Introductie te pakken en krijgen. Ik hoop het zo erg. Maar natuurlijk zitten er ook hele mooie andere kaarten in deze set. Dus hoppakee, ik ga het dadelijk op. Echt waar. Zeker weten. Geen grapjes. Ik moet zeggen, het is een keertje leuk om eigenlijk Fates Collide boosterbox te doen. Omdat ik vond Fates Collide heel erg leuk. En het brengt zeker weer terug een blast to the past eigenlijk. Want het is eigenlijk best wel een oude. En nu zit ik met de zonverlichting te kijken. Zien jullie dat? Oké, ik moet hem gewoon niet zijn oude. We hebben de Heerlijk Fossile Omanyte. Heel erg leuk om die alweer tegen te komen. Cynico. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Special Fighting Energy. Deze waren ook heel erg populair toen die tijd. Snivy. Deerling. Carbink. Riolu. Diglett. Reverse Holo. Last Special. En onze eerste kaart is... Wow! Nice. Een Holo Rare Delphox. Delphox is zeker een hele mooie kaart en die werd heel vaak gebruikt in Vuurdex. Dus ja. Vergeet niet, deze mogen nog steeds in standaard gebruikt worden. Zeker tot en met september. Dus onthoud dat. Ik zal deze eventjes netjes daar neerleggen, want ik moet natuurlijk wel goed de kaartjes bij elkaar houden. Dus dat heb ik afgesproken. Dus dingen daarin. En we gaan gewoon gelijk verder met het volgende pakje. Maar we niet, we hebben net 12 pakjes te doen. In de vorige unboxing video geloof ik dat we er 4 hadden. En hadden niet zoveel geluk, jammer genoeg. Maar laten we kijken of in deze... Nou, ik moet al zeggen dat we al een van de beste kaarten erin hebben. Dus ik vond Delphox, dat was juist de kaart die ik eigenlijk wou vinden. Nou, we beginnen weer gelijk met een Special Fighting Energy. We beginnen met Shauna. Pupitar. Riolu. Jigglypuff, Finnegan, Snivy, Whismur, Reversed Holo Meowth. Oh, deze is zo speciaal. Oh, hij is zo awesome! Kijk naar die art, kijk hoe blij dat hij is! Oh! Ik moet door met de video, maar ik ben zo vrolijk! Oh, oké. Jij komt eventjes hier. Heel mooi, in beeld. Jongens! We hebben er al een te pakken! Dat was snel! Oh, ik krijg weer hetzelfde
sparkling gevoel wat ik eigenlijk had toen ik dus de zoveel meer exotons die ik pak had gekregen. Dus, oh, dit is zo heerlijk om gewoon. Ik ben er blij mee. Ik ben er super blij mee. Al gelijk gewoon in de eerste aflevering Vince Clyde. Gelijk al een hele goede kaart. Oh, nou ja, een van de beste eigenlijk. Ik bedoel, Glacian was een van de populairste kaarten in verband met de aanval van mij. Ja, dat weten jullie wel omdat hij voor mij heel erg speciaal is. Maar goed. Ram Receiver. Old Amber Aerodactyl. Wormadam. Carbink. Dit was een EX-blokker en die werd echt heel erg vaak gebruikt. Larvitar. Diglett, Spoink, Koffing, Reverse Hollow Spoink, altijd leuk als dat gebeurt, en White Curium Hollow Rare. We hebben echt heel veel geluk met onze Hollow Rare en EX'en en Vince Collide, je bent geweldig. Vince Collide, ik hou van je. Vince Collide, superb. Vince Collide, Vince Collide, serieus. En don't worry, Vince Collide is nog genoeg te vinden ook in deze stuks. Dus, hier ben ik zo blij mee. Hier ben ik zo blij mee, jongens, echt. Na die kinderen, ik moet eerlijk zeggen, na de kinderenbox dacht ik echt bij mijn eigen van, oh, dit gaan we meemaken. Maar op zich, het gaat nu heel erg goed. Kunnen we dit volhouden? Team Rocket's Handiwork, oh, die heb ik zo vaak gezien in die draw decks. Ik had constant kaarten weg moeten gooien. Best wel vervelend. Weezing. Fairy Garden, Snubbull, Deerling, Riolu, Jigglypuff, Carbink, er is hier weer. Holy snijdvogels, we blijven gewoon de break uit te pakken. Lugia Break. Ik vergat ook een keer bij sommige gevallen, hier zitten de breaks nog in en dan heb je geen reversed hollow. Dan heb je gewoon in één keer een super. En hier hebben we dus de andere Carbink, want er zitten twee versies in van Carbink, maar... Oh, deze is ook zo nice. Voor de nieuwere spelers die dus nog niet echt van de breaks hebben gehoord. Een break op zich, het werkt precies hetzelfde. Nou ja, het werkt eigenlijk zoals dat je zou denken dat het werkt. Je evolueert eigenlijk een Pokémon die niet kan evolueren, maar hij staat dus een level hoger. En dan leggen we deze kaart dus op neer. Zeker een hele mooie kaart. Ik zal hem hier boven Glaceon neerleggen. Glaceon blijft voor mij nog altijd in de focus. En volgens mij is dit gewoon een red. Of een, hoe heet dat? Gewoon een normale red. Dus, Oké, goed. Deze eventjes neerzetten en we gaan gewoon weer verder. De hype is real, jongens. Oh mijn god, ik hou van deze aflevering. Ik bedoel, serieus, like voor Glacial. En natuurlijk voor René, die dit mogelijk heeft gemaakt. Oh mijn hemel. Dus, ik maak er rood van. Ach ja, dat maakt niet uit. Goed, Fitz, Collide, oh wat ben je vriendelijk naar mij toe. Goed. Ultra Ball, heel erg populair, nog steeds vandaag de dag. Kabuto, Kangaskhan, Minko, Snubbull, ik mis echt onze truimeister. Sorry daarvoor, ik zit heel erg hard tegen mijn camera aan, dat is niet de bedoeling. Riolu, Jigglypuff, Reverse Hollow Vallaby, ja het ligt er een beetje nou door elkaar heen. Deerling en onze rare is Exploud, dus we hebben niet echt, dus Deerling die hoort hier, deze die hoort daar. Ik probeer een beetje alles bij elkaar. Carving is niet rare, is het? Is het er rare? Even kijken. Het is wel rare. Oké, heb ik het goed gedaan. Mooi. Yay. René, die zal trots op me zijn. Like omdat ik het goed doe. Of weet je, dit kunt, weet ik wel. Goed, we hebben nog pakjes genoeg. Dus we komen wel aan onze leuke tijd. Zodat het niet te lang is en niet te kort. Maar zullen we ook Umbreon eruit trekken? Zullen we ook Umbreon? Of bewaren we die voor een... voor een andere part van deze unboxing. Dat is serieus, waarom niet? Goed. We hebben een Duosin. Kangaskhan. Een Sinker. Ik probeer eruit te spreken, jongens. Oh, en het is warm. Verdorie, het is echt warm, jongens. Dus ik heb hier een handdoekje naast me liggen. Om niet te veel zweethandjes te krijgen. Oh, het is iets van 30 graden, denk ik, of zo. Deerling. Carbink, die kom ik best wel vaak tegen. Bronzor. Minkino, ik probeer het gewoon elke keer. Lugia Reverse Hollow, eigenlijk best wel grappig omdat we daar dus een break hebben liggen. En Kabutops. Meh. Nou ja, we hebben nog zat te doen, dus... Dan gaan we verder met de unboxing. Even kijken, ze hadden mij daar een trucje voor geleerd. Aan de onderkant van het pakje kun je hem heel makkelijk altijd openmaken en daarom snel. Dan ben ik eigenlijk best wel... Echt, enorm dank daarvoor. Goed,
Ik zie alweer een hele mooie Fenneken, maar we doen er toch nog eerst eventjes 3 kaartjes voor in verband met dat dit een hele speciale kaart kan zijn. We hebben Energy Reset, we hebben Survine, we hebben Shauna, we hebben de Fenneken. Oh, wat leuk. Seal, Burmy, Larvitar, Bronzor, Reversed Hollow Cottony en Barbacole. Was ik wel een beetje terugkomen naar een beetje de hype erin gooien. Ik bedoel serieus, we hebben een Break, we hebben een EX, we hebben Delphox die best wel heel erg mooi was. Dus laten we daar weer terug naartoe gaan. Echt serieus. En nogmaals, ik raad jullie ook aan, ben je dus op zoek naar een specifieke kaart en heb je al behoorlijk veel pakjes opengemaakt, maar je kunt die ene kaart toch maar niet vinden, dan zal ik toch een keertje aanraden, jongens, probeer hem dan gewoon los te kopen. Ook al is het de prijs van 1 of 2 pakjes, dan heb je in ieder geval gegarandeerd. Dus probeer dat een beetje wel te doen. Goed, in ieder geval, we hebben Wormadam, Energy Pouch, Scorched Earth, een hele goede kaart trouwens, die ben ik ook heel vaak tegengekomen, Bronzor, Seal, Snubbull, Fennekin, Jigglypuff, Wigglytuff, Reverse Hollow. Altijd leuk als dat zo gebeurt. En oh, die is nice. Ja, we hebben eigenlijk de overwinning al een beetje gehad met Glaceon. Maar wauw, onze tweede EX Altaria. Die heb ik ook heel vaak gezien. Omdat er dan een... deze moet niet hier, deze moet daar. Maar ik heb deze ook al heel vaak gezien in verband met de Mega Altaria decks. Die kwam ik ook heel vaak tegen. Dus zeker een hele nice card. En ook een hele mooie art. Hoe dat hij dus eigenlijk constant, dat doet Glaceon eigenlijk ook, maar hoe dat hij dan zo mooi uit het plaatje komt. Dus zeker een hele mooie kaart. Goed, ik leg hem snel hier eventjes naast neer. En wij hebben nog 4 pakjes. 4 pakjes te gaan. Laten we doorgaan. En we hebben een beetje ook de mega's nodig, hè. Of, ja, elke Zen die was heel populair in deze. Al, voor mij, mijn aflevering is al goed. Echt serieus, laat een like achter voor de Glaceon. Ik bedoel serieus, dat is gewoon echt de victory. Dat valt bijna niet meer te overtreffen. Of we moeten nou een voluit Glaceon vinden, of we moeten een Umbreon of voluit Umbreon nog vinden. In mijn geval zijn ik erbij. Want ja, het is de enige die dat verwacht jullie wel. We hebben Loundred, we hebben Wormadam, we hebben Pupitar, we hebben Minco. Ja, ik probeer het gewoon Minkino? Sorry jongens voor mijn uitspraak, ik serieus. Whistler, Meowth, Binnacle, Kotita. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik probeer een beetje als truimeister te klinken. Reversed Hollow Seal en Grumpig Normal Rare. Teleurstellend. Heel teleurstellend. We hebben nog 3 pakjes, of 2 pakjes. Nee, we hebben er nog 3. Oké, we gaan naar de laatste 3. Spannende muziek is nu nodig. En dan denk ik maar even dat we nog niet eens spannende muziek hebben gehad bij de Kinder EX-box. Zou het denken, of de Edwin heeft dat er wel in gered. Nee, ik weet het ook niet. Ik ga maar gewoon zoals dat ik opneem. Dus waarom ook niet. Goed, even van achteren weer naar voren toe. Ach, dat is echt wennen. Ik ben elke keer toch gewend om dat met weer 4 te doen. Oké, we hebben een Old Ember Aerodactyl. Dat doet me denken aan het Aerodactyl deck. Power Memory. Hallucha. Fennekin. Meowth, Larvitar, Burmy, Cottony, Reversed Hollow Gatita, ik hoop dat ik goed uitspreek, en Omastar Regular Rare. 2 pakjes nog. Jongens, ik serieus, we hebben te veel regular rare op het moment. Kunnen we weer een break krijgen? Of een EX? Kijk, wie staat er hier voor? Lugia. Eigenlijk grappig dat we Lugia kregen. Lugia Break, die stond erop. De Zygarde, ik hoop dat ik hem goed uitspreek, die stond er op de voorpakjes. Je had ook Fennekin, of ja, Delphox en Break-modus had je er dan ook bij staan. Dus eigenlijk best wel heel erg veel mooie breaks die ook op de verpakking stonden. En natuurlijk niet te vergeten hoe awesome dat die art er wel niet uitziet. En verdorie, ik krijg zweet in mijn oog. Het is warm in de studio, jongens. Ja, het is op het moment 30 graden buiten en nou, maakt niet uit. We hebben Energy Pouch, we hebben Dewgong, we hebben een Bent Spoon, we hebben een Minkino, ik hoop dat ik het echt goed uitspreek. We hebben Koffie, Koffing, we hebben Vallaby, we hebben Solosis, we hebben Cottony, we hebben de Reversed Hollow Omastar, die is ook best wel nice, ik bedoel serieus, een mooie art, en Moltres, het is een legendarische legendary. Ook heel eventjes tegen te komen. Dus al moet ik zeggen dat ik niet echt zo'n grote fan was van Moltres. Goed. We hebben onze hoofdprijs hebben we eigenlijk al.
Maar we hebben nou best wel veel. Ik heb die Pokémon niet eens opgeruimd. Amateurische ik. Goed. Laatste pakje. We hebben onze hoofdprijs hebben we eigenlijk al. Maar kunnen wij voor nog een EX gaan? Dat zal helemaal geweldig zijn. Kunnen wij nog voor een break gaan om deze aflevering af te sluiten? Editor heeft spannende muziek erop bij. Dankjewel, editor. Je bent geweldig. Het is eigenlijk best wel raar om tegen mezelf te zeggen dat, of ja, tegen mijn toekomstige ik dat ik geweldig ben. Dus eigenlijk best wel sneu. Sorry. Goed. Laatste pakje. We hebben een Energy Reset. Survive. Ultra Ball. Is nog steeds een hele goede kaart. Riolu. Binnacle. Solosis. Spoink. Gotita. Reversed Holo Altaria Spirit Link. En Leeroy! Oké, we hebben Lucario regular rare, maar toch, ik moet zeggen, we mogen niet klaar. We hebben twee EX'en in break. En niet te vergeten, de Holy Grail. Voor mij is het de Holy Grail. Ik laat hem nog één keer gewoon zo goed in beeld zien. Oké, nou vooruit Altaria, die komt er ook nog één keertje bij. Maar vergeet niet, Glaceon is eigenlijk de kaart die iedereen wou hebben in verband met de Crystal Ray aanval. Alle evolutie-Pokémon kunnen hem niks doen op het moment dat de Crystal Ray gebruikt is. Ik hou van die kaart. Jongens, ik ga gelijk eventjes door met de opname voor part 2. Ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Heb je een leukste momentje? Ja, vliegkaart voor Glaceon! Goh. Laat een like achter voor Glaceon! Serieus, laat een like voor achter. Ik heb geen zin om een like achter te laten voor Glaceon. Dan doe het voor Lugia. Maar alleen als je er natuurlijk de tijd hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie allemaal te zien bij part 2. Dan gaan we weer 12 pakjes openen. Dus, tot dan! Doei! Dit is nog steeds erg om het zo te doen!